Hoi en welkom bij deze korte video. Het kan soms zijn dat je gedonder hebt met het instellen van je SketchUp licentie. Wat moet je doen? Wat kan helpen om je licentie weer goed te krijgen en op de rails te trekken? Kijk eens met me mee. Ik heb hier SketchUp toevallig openstaan. En als ik het helpvenster van SketchUp heb, staat er onderin licensing. En dan staat hier subscription plan. En hopelijk staat daar active. Het kan ook zijn dat er niks staat. Er staat een grote blauwe knop onder. Manage subscriptions. En die gaat naar de site myaccount.trimble.com. Dus heb je dit vakje niet staan. Dan ga je in je webbrowser naar myaccount.trimble.com. Wat je vervolgens doet. Is je gaat inloggen met de gegevens die je hebt gebruikt. Tijdens je bestelling voor SketchUp. Dan krijg je ongeveer dit scherm. En dan zeg je purchased via SketchUp Expert. Daar klik je op. Zodra je in dit menu terecht bent gekomen, heb je als het goed is drie icoontjes. My Products, Members en Plan Settings. Nou, we gaan eerst eens eventjes kijken bij My Products. Daar staat welke producten je allemaal hebt. Wat je hier kunt doen, is zorgen dat het teller van SketchUp weer op nul staat. Dus probleem 1, wat kan voorkomen, is dat SketchUp zegt, ho, je bent op te veel apparaten ingelogd. Daar ga ik niks mee doen. Wat moet je dan doen? Dan ga je dus naar My Products toe. Dan zeg je View Included Applications. Dan klik je op Manage Devices. En dan klik je op deze knop. Deauthorize All. Oftewel, deautoriseer alle aangesloten systemen. Dan komt alles weer op nul te staan. En dan kunnen de mensen weer inloggen, waaronder jij. En per gebruiker kan je op twee apparaten inloggen en één apparaat tegelijk gebruiken. Maar dit trekt alles weer eventjes los. Dus gebruik dan deze knop. Het volgende probleem wat kan voorkomen, dat is het toekennen van licenties. En als ik hier kijk naar naam, rol, product access, bla bla bla. Dan kan ik hier naar drie puntjes. En als ik dan kijk bij modify product access, dan kan het zijn dat hier geen vinkje voor staat. Staat dat vinkje er niet voor, dan is de kans heel groot dat SketchUp jou geen toegang geeft. Staat het vinkje er wel, dan geeft SketchUp jou wel toegang. Dus zorg dat het vinkje aanstaat als jij als product owner ook van SketchUp gebruik wilt kunnen maken. Kortom, ben je tegen een van deze twee problemen aangelopen, dan zou het kunnen zijn dat dit nu geholpen heeft. Eén opmerking. Als je deze instellingen hebt vernieuwd binnen SketchUp zelf, tenminste binnen dit admin venster, dan moet je SketchUp zelf op je computer of op je Mac even opnieuw in- en uitloggen. Dus dan ga je hier naartoe en dan zeg je, oh ja, prima. Dan zeg je, hop, en dan, nee. Dan zeg je, sign out. En daarna zeg je opnieuw sign in. Pas dan zijn alle nieuwe dingen weer actief. Nogmaals, ik hoop dat dit geholpen heeft. Veel succes met SketchUp en veel plezier met tekenen. Dankjewel, dag.